Ja, hier hebben we van de oorlog een heel plaatje dat je zegt oorlog in het gooien. Dus dat is met de nadruk op Hilversum en Duitsland capituleert. En dat doet mij ook heel veel dat je zegt, dit zijn toch wel dingen, dat is prachtig. Ja, waarom doet het je veel? Het gevoel. Het voelt als een reis terug in de tijd. Leo heeft maar liefst 900 knipsels en foto's uit het verleden van Hilversum verzameld. Allemaal te bewonderen in de Livin aan de Vaartweg. En al dat plakken, dat was een flinke klus. 3/4 jaar ben ik alleen maar bezig geweest hier. En ik vond het geweldig om te doen. Maar vele honderden uren. Ja, en ook een beetje trots, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Mensen die dan langskomen. Ik was natuurlijk hier beneden alles aan het plakken, want ik heb gekozen voor losse borden om dat zo neer te zetten. Maar ja, de reacties zijn ontzettend leuk. Nou, wat zeggen mensen? En dit herkennen we en dat herkennen we. En de reden voor deze nostalgische tentoonstelling? Hilversum viert haar 600ste verjaardag. En Hilversummers mochten zelf initiatieven bedenken om deze verjaardag mee te vieren. En voor Leo is Hilversum iets bijzonders. Ja, ik heb het altijd gezien als iets dat je zegt, een stukje van je geboorte, een stukje van je jeugd, je herinnering. En als kind, dat blijf je altijd bij, althans dat heb ik dan. En daarom inspireerde het mij ook zo om zo'n tentoonstelling daarvan te maken. En ja, ik heb er zoveel plezier aan beleefd, hè, met het plakken van de dingen. En dat de mensen langs liepen en dat ze zeiden, oh wat leuk en wat een werk. Ik zei, dat maakt me niet uit. Ik vind het zo leuk om dit te doen. Vanaf zaterdag is de tentoonstelling een jaar lang te zien.